Als je echt puur nadenkt over uitnodigingsplanologie, dan moet je eigenlijk een hele goede foto maken van de bestaande situatie. Dan moet je proberen om de ambities met het gebied, in termen van leefkwaliteit en zo, om dat zo duidelijk mogelijk te formuleren. En dan wordt het ook duidelijk wat je eventueel moet gaan saneren of moet gaan verbeteren om ruimte te creëren voor die ontwikkeling. Wat de MER uiteindelijk beoogt, we zeggen niet vanuit de MER dit moet of dat moet, maar als je een beslissing neemt, moet je de gevolgen van je beslissing goed kunnen overzien. Maar de tijd dat we een groot plan maakten en daar geld bij elkaar sprokkelden en in één keer dat plan ging uitrollen, die tijd is voorbij. We doen steeds meer aan recycling van gebied. Dus het zal stapje voor stapje gaan gebeuren en dan weet je zeker nu al dat wat we over 5 jaar als volgende stap zetten, anders zal zijn dan wat we nu bedenken. En dan is het dus een opgave ook vanuit de MER om na te denken hoe je zo'n MER als ontwerpinstrument veel meer kunt gaan gebruiken dan alleen maar een soort toetsingsinstrument achteraf of het past. We staan hier op de Binkhorst, dat is een bedrijventerrein van ongeveer 130 hectare. Inmiddels zie je dat het gebied langzaam gaat transformeren naar een meer gemengd woon-werkmilieu. Je ziet dit gebied van onderop, zeg maar, vanuit de markt zelf zich ontwikkelen. Je ziet een aantal grote bedrijven die buiten de stad zijn getrokken. Je ziet ook behoefte aan de kleinschalige industrie, creatieve industrie. De gemeente die heeft daar natuurlijk op gereageerd met allerlei visies en plannen. Dus dit is zo'n gebied dat gaat over uitnodigingsplanologie. De laatste jaren zie je, ingegeven door de crisis, een kering ontstaan waarin er meer wordt gekeken naar wat is nou de vraag van die eindgebruiker eigenlijk. En als je die centraal stelt, dan ga je ook op een hele andere manier naar zo'n gebied kijken. Dan laat je de initiatieven gewoon ontstaan en dan ga je sturen binnen die kaders die voor jou als gemeente nog steeds wel belangrijk zijn. Je hebt wel een visie van waar kan dit zich naartoe ontwikkelen. Dat noemen we dan de stip aan de horizon. Hè? En wat je eigenlijk wil organiseren in zo'n omgevingsplan is die stip duiden voor initiatiefnemers en voor eigenaren. En per initiatief wil je toetsen of het je dichter bij die stip brengt. En daar kan het instrument MER heel goed bij helpen. Het was een oud klassiek industriegebied met een gasfabriek erop, een rioolwaterzuiveringsinstallatie, verfabriekjes, werfjes. Over Amstel heet het gebied, aan de andere kant van de Amstel. Dat wil wel zeggen, ja, hier kwamen de functies die je eigenlijk niet in de stad wilden hebben, die te veel overlast gaven, te veel milieuhinder. En het wordt nu een woon-werkwijk. Er staan ongeveer 1000 woningen. Uiteindelijk kunnen er 5, 6 of 7000 woningen worden, zodat er echt een hele grote woon-werkwijk hier ontstaat aan de zuidkant van Amsterdam. Veel meer in zo'n gebied een mix van waar neem je het voortouw en waar nodig je eigenlijk andere partijen uit om met ideeën te komen. Dat is uitnodigingsplanologie. Dat betekent dus ook dat je op voorhand niet weet hoe het eindbeeld wordt, want er is geen eindbeeld. Dus je moet soms ook wat geduld hebben. Het oorspronkelijke plan was niet al te grote woon-werkwijk. Nou, en nu blijkt dat je best kan doorontwikkelen tot 6 of 7000 woningen. Doe het stap voor stap en laat de tijd zijn werk doen. Uitnodigingsplanologie heb je vaak wel een beginnetje, maar hoe het verder gaat en wanneer en welke de volgende veranderingen, investeringen zullen zijn, dat weet je nog niet. En daar probeert de commissie MER nou rekening te houden met zijn advies. En vooral heb je het meeste aan een milieueffectrapport als het ook ja, in die zin creatief is ingesteld, dat ze op mogelijkheden wijst die ook ontwerpers nog niet hadden bedacht. En type oplossingen die je nog niet had bedacht. De Binkhorst is heel divers, maar het heeft ook wel zijn kwaliteiten. En een MER kun je gebruiken om de kwaliteiten van dat gebied te benoemen en die ook in zo'n omgevingsplan vast te leggen. Zodat ook die initiatiefnemers die dan later komen, en ook omwonenden, weten waar ze aan toe zijn. Ik wijs op 2 dingen. Meer onzekerheid wat de vervolgontwikkelingen in de omgeving worden en hoe die eruit gaat zien en wanneer die verandering gaat plaatsvinden. En in de tweede plaats, zeker ook uit een oogpunt van het milieueffectrapport van belang, ja, die omgevingskwaliteit die bestaat voor een deel uit
laten we zeggen, de traditionele kwantitatieve milieuwaarden. Hè, stank, stof, risico, bodemkwaliteit. Maar voor een ander deel uit wat wij noemen ruimtelijke kwaliteit. Dat is de gebruikswaarde, de belevingswaarde, hoe het ervaren wordt en de toekomstwaarde. Hoe zal dit gebied zich verder ontwikkelen? Nou, dat weten we nooit precies, daar doen we een intellectuele gok naar. En het gaat juist om die combinatie van al die factoren die het tot een goed of slecht gebied kunnen maken. Het voordeel van het MER was dat we daardoor weer overzicht kregen in het hele gebied. Het is hartstikke lastig om een MER op te stellen. Dus dan is het wel heel fijn dat je een team van deskundigen hebt die je kan raadplegen, die je kan vragen, ja, hoe doen we dat nou? En hoe kunnen we het ook zodanig inrichten dat wij er ook het meeste aan hebben? En dat het niet alleen een schabloon is wat je invult, maar dat je ook echt antwoord krijgt op de vragen waar je mee aan het puzzelen bent.